Wacht, dan zeg ik het dan. Jij bent echt zacht. Ja. Nee, ik doe. Ja, maar eerst gaat hij starten. Oké. Nee, ik. Oké. Ja, daarna ga jij. Stil. 3, 2, 1. Wacht. Jawel, we zijn niet meer. Jawel. Nu zijn we weer. Ja, mensen, dat horen jullie goed. Wij zijn er weer met Sophia, Bilal en Ryan. De gang. Vandaag is mijn vader er niet, want het wordt Ryan's Leid vlog, jongens. Dat verdient wel een applaus, toch? Oké. Omdat ik een eigen YouTube-kanaal wil starten later. Ik ga het overnemen van mijn vader natuurlijk, als hij een beetje oud wordt. Nee, dat hij opa wordt. Ja, en dan kan ik hem trots maken met mijn video-experience. Dan wil ik een YouTube-kanaal gaan starten met Sophia en Bilal natuurlijk. Wacht. Dus dat is ook superleuk. Voordat je gaat zeggen... Oh ja, natuurlijk, helemaal vergeten. Sophia. Wacht, voordat je wat gaat zeggen. Voordat we gaan verder kijken. Bilal... Ik kan niet altijd meedoen, want hij wordt ook een opaatje. Toch? Oh, ik dacht dat je wel heel anders wou zeggen. Ik dacht dat je wou zeggen dat je even lekker moet abonneren, mensen. Want wij zitten op de 60k. Zo hard. Toch, Bilal? Ja. Het gaat echt hard. We zitten nu al ruim over de 60k. Dus heel erg bedankt voor jullie. Voor jullie steun en jullie support. Wat is support? Steun. Ja, steun. Maar goed. Wat wij dus gaan doen... Is wij gaan even naar Hadith shop. Om dingen voor Larry te gaan halen. En we gaan cadeautjes halen. We gaan... We gaan dus naar Hadith shop. Gaan wij wacht. We gaan dus naar Hadith shop om versiering te halen, allemaal voor Leid. Dus ik heb er super veel zin in. En wie weet, straks wordt het nog Ryan vlogs, hè? Hey Bilal, mag ik die trouwens even? Kom eens even in beeldje op. We zien bijna niks. check natuurlijk ook even op. Naimi. Super lekkere. Ik geniet van deze pistachenoten. Super lekker. Ryan, wacht. Waarom spond je? Jij zit nu al terwijl ik dacht dat papa dat al had gedaan. Nee, nog niet. Dus die gaat lekker hier. We vechten altijd om deze pistachenoten. Dus ga ze thuis ook lekker halen. Ryan. Sophia, je moet me niet de hele tijd onderbreken. Nee, maar... We vechten altijd om deze pistachenoten. Dus ga ze zeker even checken. Onthoud de naam. Naimi. Dus die kun jij terugzetten, Bilal. En ready to Rambo. Dan gaan we gewoon lekker even rijden. Natuurlijk. Ik mag vandaag even Brahim zijn. Nou ja. Natuurlijk veel knapper dan Brahim, toch Bilal? Nee, geen Brahim. Dus we gaan lekker naar Hadith shop en dan zien we jullie later. Peace. Want wij zijn echte. Ik ben een echte vrouw. We zijn echte... Vrouwen. Bilal? Vrouwen. Vrouwen? Nee, wij zijn echte... Vrouwen! Ja, zie je dat? We zijn echte mannen, toch, Bilal? Mannen of vrouwen? En alleen maar... Liefde. Gelisa. Oh, het handje op Mike. Naar gaan kijken. Bruin vlog, mijn gezinnig vlog. Echt een slambroodje. Wacht. Dat is een klem. Een bruin gedies. Zijn klem, want dan zijn er getraaid. De ginnekoopstijd en neemt kan koken. En Bilal. Mshallah, wat is de echte? Echte? Mannen en vrouwen. Mannen, ja, toch? Mannen en een vrouw. Ja, is dat? Ja, dat is wel waar. Dat is iedere maand. Altijd. Ja, altijd. Positiviteit. Aarde. Verdekje. Wat zeg jij, Verdekje? Water. Ja.
هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيت فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Nou, welkom bij de Hadid Shop. Goed dat jullie er zijn. Kom mee kijken. USB-stick. Nou, jongens. We hebben natuurlijk... Sophia, ik... Dylan. Hebben allebei... We weten allebei nog niet wat we gaan halen. Dus we gaan natuurlijk eerst even rondkijken in de winkel. En daarna gaan we echt beslissen wat we gaan halen. Dus laten we eerst even een kijkje nemen. Verrassing! We gaan helemaal los. En kijk eens. Oh, ik heb niet eens mijn jas mee. Oh, lekker. Ik heb er één. Van Gadisha. Oh. Van ik. Oh. Jorek van Gadis. Oh, dit is je labbal, hè? Ja, maar ik hoop die aan. Dus, doe jij deze? Ja. Gaat die passen? Oh. Nee. Nee, laten we alleen even kijken of die past. Nee. Alleen de huis. Alleen huis van Gadisha. Dit is gewoon standaard bielen. Maar ik heb dit uitgekozen. Ik vind het echt heel mooi. Dan Stap er maar in. In de tas. Okay, wat vinden jullie van deze? Gaan we die ook gewoon in de tas stoppen, bielen? En deze? Dit is een tafelkleed. Oh god. Waarschijnlijk wordt het net een ruïne, net als bij nee, die ene andere. Dit is een gebaksdoos. Oh god. Ik moet dit allemaal natuurlijk gaan regelen. Sophia, niet te snel. Sophia, je bent echt door aan het draaien. Sophia, wacht even. Waar is Bielen? Oh, hij is helemaal daar al. Hé, hey, Bielen. Waar ga je naartoe, joh? Oh, zie jij nog iets leuks? Leven in Palestina. Dit gaat even moeilijk worden. Hey, Bielen. Nee. Doe maar mijn huis. Oké, Bielen. Kom maar. Ga je even zlebben aan doen. Oké. 3, 2, 1. Tada! Wow! Het staat echt mooi, hè, Bielen? Huh? Wat vinden jullie van deze gelebba? Laat achter even in de comments. Maar ik vind hem echt heel ziek. Kom, Bielen. Gaan we... Ga je weer omkleden? Of hou je deze aan? You have a mate. Deze hebben we nodig. Serieus? Kijk. Super mooie ballonnen. Yes! Kan je me helpen? Ja, maar die hebben we al, hè? We hebben al zo'n lijn met ballen. Vlaggen, super handig. Super mooi om thuis allemaal te vervoeren. Stickers? Dat kunnen we in die hier gaan we er wel twee van nemen. Deze gaan we gewoon twee van nemen. Zo, kijk hoe vol die tas al zit. Laat het staan aan het eind van de video. Oh god, ik besef nu weer iets. Bielen is ook weer weg. En natuurlijk moeten we nu een hele avontuur gaan beleven om hem te zoeken. Dus ja, daar is hij. Kijk eens aan. Wat? Oh, daar ben je. Waarom ga je helemaal weg, Bielen? Deze hebben we ook nodig. Ja, ik ben zo. Zoeken van de Zwaard. Zwaard? Ja. Maar... Waarom kan je? Kinderen. Ja, maar we moeten toch eerst van ons... Nee, van de Gadisha heeft het, van mij. Wat gaan we? Wat gaan we? Mijn moeder. Nee, toch? Jawel. Maar alles van mij. Jongen. Even kijken hoor. Zo, wat zo uit. Nou, ik ga... Maar jongens, je leid kun je niet vieren zonder één ding dat ik net heb gezien. Kom maar voor mij. Ryan! Ryan, kijk eens.
Deze nou, zo, zwart. Serieus? Je nee. Is toch veel te groot voor zwart? Nee, voor haar. Ja, kijk dan. Het Ninja stem. Het is echt mooi, voor haar. Ja, zwart. Snoe. Leid bestaat niet zonder iets lekkers erbij. Dus, welke zal ik er gaan nemen? Ik denk Sophia gaat het wel lekker vinden. Hey, deze is lekker. Ga die daar vandaan. Als je wat zou, ja, die gaan winnen. Dit is onze enige kans. Oh nee, Sophia. Sophia. Ik heb maar één zakje. Kijk, die tas is vol met zakjes van weg. Deze is niet lekker. Deze? Nee, ik ga hem van. Deze? Oeh, die. Ja. Nee, die marshmallows wat ik mis. Ja, hebben we nog een ring? Hebben we of ringen hebben? Ja. Nee, helaas niet. Laten we eentje. Nee. Please. Nee, hebben we niet. We hebben wel kettingen. Maar geen mannenkettingen. Kijk maar. Nou, wel voor vrouwen. Dat? Ja. Dus helaas, misschien dat we in de toekomst ringen krijgen. Ja. Ja, deze is al. Oh, sorry. Dit is wel. Ik hou die tas niet meer, joh. Deze. Ga met ons mee. We hebben nu echt wel veel ingepakt. Niks aan de hand. En als we hier nog langer blijven, dan gaat Bilal helemaal de gekste dingen pakken. Oh, yes! Trouwens jongens, kijk hoe leuk ze dit hebben gedaan. Dit is gewoon zo'n kinderspeelplaats. Als ik echt een klein kind was, dan zou ik dit vooral gebruiken. Even een pauzetje hoor, ik ga even tv kijken. Hadith Studio. Kijk dan. Hadith Studio. Oh wacht, ik hoor hem. Laten we even op zoek naar hem. Waar is die lelijke kot? Hé, hey, hij is hier! Wat? Oh nee. Ja, is niet. Ik denk dat hij allemaal in de tas heeft gestopt, joh. Is niet. Dit van de. Wat? Ja, laten we gaan dan, hè. Nou, dat gaan we. Onze vandaag is geslaagd. Laten we alles gaan afrekenen. Hoop ik. Wacht. Maar dit is echt heel zeer. Ding. Oh god, daar komt hij hoor. Ah ja, kijk eens. Ik heb deze. Oh. Wacht. Deze vandaan. Oh, sorry. Ja, maar dat is een verkeerde maat. Ik heb nog geen maat. Hij denkt echt, dat is een verkeerde maat. Nee, deze. Ja, verkeerde maat. Oh, sorry. Is goed. Kom, gaan we nu naar de kassa, Bilal? Ja, oké. Voor de eerste keer geeft hij toe. Nooit meegemaakt. Kom. Ik moet denken aan dat ene ding op de kermis, dat je die mol zeg maar slaat. Ryan, ik ben heel blij dat je in Hadithof aanwezig bent. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil hier zeker vaker komen. Ja, moet je doen. Ja, dan zie ik jou ook de volgende keer. Ja, ik ook. Slama. Ja, wel. Hier zijn we weer terug in de auto. Ik had nog geen actie gezegd. 3, 2, 1, actie! Ja. We zijn weer terug in de auto. En met Bilal en met Sophia. Wacht. Nee, Bilal. Hoi jongen, jouw is er niet meer. Dat ze echt simpel leuk vindt. Maar het hele goede nieuws. Maar het hele slot. Hoe gaat het? Nou jongens, we zijn dus net naar Hadith Shop geweest. Echt waar? Het was super leuk, maar jongens, ik ben helemaal kapot. Besef dat mijn vader dit elke dag moet doen. Ja, dat is zo. Rijden, niet elke dag naar Hadith Shop. Kijk eens op. Nee, maar elke dag zeg maar. Alleen Hadiza, alleen drieën. Dat is beter. Dus ja, het was wel echt super leuk. We hebben echt
4 tassen vol met spullen gehaald. Ik doe even de raam op, het is echt bloedheet. Nou, gaat niet open, maar... Wacht. Nee, niet doen. Maar ja, het is super, maar ik ben helemaal kapot dus. Zoals jullie ook net hebben gezien. Ik was een beetje duf aan het worden en zo. Alleen natuurlijk, vol enthousiasme erin. Want we gaan naar de volgende locatie. Namelijk naar mijn vaders huis. Nee, naar zijn vaders huis. Nee, grapje. We gaan naar mijn opa en oma. En daar gaan wij dus, versieren. We gaan dus alle slingers ophangen en zo. En dat krijgen jullie straks te zien. En willen jullie nog wat eraan toevoegen? Ja. De hele grond is echt super belangrijk. Maar heel goed nieuws. En vrijdag is heel erg gedraaid. Echt een laser. Naar zijn crème. Naar zijn bilavlas. Echt gezien. Maar. Billy. Wacht. Want die echte. Echte mannen en vrouwen. Dat herinner me. Liefde. Is er altijd. Positiviteit. Kijk ernaar. Kleine vlogs. En bruine vlogs. En geniet zijn even genoten. Met de nettere Ramadan. We hebben gewoon een. Love. Ja, wacht, ik wou nog wat Sophia zeggen. Sophia, wou nog wat toevoegen? Kom maar, Sophia. Volgens mij merken jullie het ook, maar het is echt heel warm. Ja, deze dag is het inderdaad wel dus, warm aan het worden. Kijk eens nou, kijk eens gaan zeggen. Zelf. We hebben dus nog 2 dagen voordat we alles gaan versieren. En toen zag ik op een gegeven moment dat mijn tante echt hele lekkere koekjes heeft gemaakt. Staan hier allemaal. Sophia, laten we even de koekjes zien. En dit zijn koekjes. En hier ook nog. En hier ook nog. Kijk hoe lekker dat eruit ziet allemaal. Ik krijg nu al watertanden gewoon. Ja. En volgens mij weten jullie al welke ik op ga eten. En natuurlijk even Naimi. Kijk, we hebben echt allemaal verschillende dingen. Ook een hele doos vol met dadels. Super lekker. We hebben ook nog een hele doos vol met dadels. En hier allemaal van die zakjes van de hele lekkere dingen. Bijvoorbeeld, ik vind dit echt heel lekker. Dus check natuurlijk ook even naar Amy. De tante was dus nog bezig met een nieuw recept voor allemaal nieuwe koekjes. Dus hier is ze mee bezig. Dit zijn een beetje de ingrediënten die ze gaat gebruiken. En okay. ik ben heel benieuwd wat ze gaat maken. Nou, dit is dus focaccia dat mijn tante gaat maken. Maar dit is niet zomaar focaccia, maar dit is focaccia melicky. Dat is een hele speciale soort focaccia. Die vindt mijn opa echt heel erg lekker. Dus... ja, jullie gaan zo zien hoe we dit gaan maken. Mijn opa die zit gewoon echt heerlijk lekker ontspannen. Salam, shabdi. Waalaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Het vind je echt lekker, hè? Ja, focas. Je kan nooit andere soorten gegeten, maar deze focas merk je, inshallah, eerste keer. Echt? Inshallah. En vind je die ook lekker, denk je? Ja. Ja? Bismillah. Wat het zo bijzonder maakt, is normaal zijn het dus amandelen of pinda's, maar nu zijn het hele andere soort noten. Nu zijn het hazelnoten, walnoten en pistachenoten. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken. Dus ja, ik heb dit ook echt nog nooit gezien, hoe iemand dit maakt. Het is echt super bijzonder. في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يحيي
ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي والعين شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي دامت مساعي Dag 2 van de Ramadan, of nee, van de vlog. Want we hebben vandaag weer veel op de planning. Vandaag gaan we namelijk naar de kapper. En we hebben gelukkig nog adem. Want het is dus bekendgemaakt dat woensdag Eid is. Ik heb er heel veel zin in natuurlijk. Alleen het belangrijkste is dat wij nog een extra dagje hebben om van alles nog te regelen. Dat is echt heel fijn. Alleen vandaag gaan we dus naar de kapper. En morgen gaan we mijn oma en opa's huis gaan versieren. Gisteren hebben jullie gezien hoe we fakkas hebben gemaakt. En zijn we naar Hadith shop geweest. Dus ik heb super veel zin in. Toch Bilal? Ja, 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 ja. Daar is die hoor. Zin in Bilal? Ja? Jullie zien een beetje, kijk, dit haar is gewoon boes-boes, gewoon boes-boes haar. Ja, het is, ik heb het helemaal uitgekamd, helemaal uitgekamd, helemaal gedoucht. En we gaan dus zo naar de kapper, zodat hij het werk verder kan doen. Heb jij er ook zin in, Sophia? Nee. Ja? Nee. Je enthousiasme erin? Heb je er zin in? Straks. Jammer. Nou, peace. Dan zie ik jullie zo. Check dit, hè. Kijk, allemaal voor een gratis knipbeurt. Wat doe jij? Dit is de kapper van Bilal. Hij staat altijd klaar voor Bilal. En zoals je ziet, hij is hem nu ook aan het behandelen. En we gaan even zien wat voor kunstwerk hij ervan gaat maken. Ik ben benieuwd hoe het uit gaat komen. Kijk dan jongens. Kijk dan joh. Nee. Niet doen. Wat leuk. Nee. Wij gaan zo doen, ja? Kijk, ja, Bilal. Kijk hoe strak ook gewoon. Kom Bilal. Nee. Nu is mijn haar aan de beurt. En ik wil het haar heel graag gemaakt hebben. Omdat tijdens de Eid wil ik mijn haar echt heel goed hebben. Zodat andere mensen kunnen zeggen van wauw, Rijn heeft echt mooi haar, zeg maar. Dus ja, ik ben benieuwd wat er van gaat komen. Nou jongens, dit is het geworden. Check mijn haar. Zo, ik vind het zo mooi. Ik zie het ook hier zo in de camera. Ik vind het echt super mooi. En dit, hier moeten we dus mee doen voor de Eid. En natuurlijk als ik er nog allemaal andere dingen in ga gooien, dan gaat het natuurlijk ook super mooi worden. Ik zit nu helemaal onder de haartjes, maar het komt helemaal goed. Assalamu alaikum, Jadda. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zo, is mooi hè? Spreek je? Ja, hij is heel mooi. Alaikum assalam. Shukran. Nou, jullie horen het. Zelfs mijn opa vindt het mooi. En hij houdt niet eens zo heel veel van afro en zo. Mijn oma is het er totaal niet mee eens. Maar, Jadda vindt het mooi, toch? Shukran. Jongens, welkom bij dag 3 van de vlog. Deze dag gaan we weer een hele bijzondere dingen doen, toch Sophia? Wat gaan we vandaag namelijk doen? Versieren en nieuwe tapijten zetten. Ja, eigenlijk nieuwe tapijten. Ook versieren. En natuurlijk met de spullen die we bij Hadith Shop hebben gehaald. En deze heb ik check gekozen. Natuurlijk hadithshop.nl. Die we dus hebben gehaald, gaan we dus gebruiken om het huis van mijn opa en oma te versieren. Check natuurlijk ook natuurlijk even naimi.com. Super lekkere, super goede producten. En kijk,
Mijn zusje heeft... Deze heb ik net halfje gegeten. Ja, ik mocht eigenlijk een hapje. Toen vroeg ik er nog twee. En toen nog een klein stukje mocht ik niet opeten. Dus, zo werkt het bij mij. Dus dit is gewoon... Dit is gewoon gouden chocola. Gewoon goud qua smaak. Gewoon alles. Gewoon... kijk dan. Wacht. Eid Mubarak chocola. Gewoon echt... Gewoon kapot lekker. Heb jij een wat proef dan? Ik moet wel zeggen ik of het weet, lekker is. Ik weet gewoon al dat het lekker is. Want het is naremi.com. En ook, Naremi maakt blijkbaar ook gewoon Nemlo, joh. Dat is niet normaal, joh. Ik heb gewoon hier geen woorden voor, joh. Maar Ryan, wat is Nemlo? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Nou, grapje hoor, mensen. Dit is dus van honing gemaakt. Olijfolie. En amandelen, zoals jullie zien dat Sophia vast heeft. Dus mensen, we gaan hier van deze producten gaan we allemaal pakketjes maken voor familieleden. En hopelijk slur ik mijn opa er ook gewoon in mee. Kijken of hij nog wil helpen. En we gaan er gewoon een super toffe, gezellige, chillen. Zo, nu lijkt ik wel heel erg op mijn vader. Maar we gaan er gewoon een super gezellige dag van maken. En morgen is namelijk Eid. En dat gaan jullie ook allemaal zien. Ik heb er super veel zin in. En ik hoop niet dat mijn opa weer net als gisteren erbij bij die bank zo lekker aan het vieren was. Ik hoop dat niet gebeurt. Weer. Dus ik hoop dat hij gewoon gaat meedoen. Het komt wel goed, inshallah. Dus, komen jullie mee? بنجتنا انه يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد في غمرة بهجتنا انه يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسايد والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي Ik weet niet hoor, maar daar staat gewoon die. Oh, dat betekent doodgaan. Zoals jullie zien, ik heb nu mijn pyjama aan. Dat betekent dus ik ga slapen. En ik ga dus slapen. Ik moet sowieso met een kapje omslapen, want mijn krullen mogen niet mooi niet mooi worden. Wat zeg ik nou allemaal, joh? Mijn krullen mogen niet helemaal verpest worden natuurlijk. Dus... Daarom draag ik een kapje. Ik heb hem nu niet bij me, maar ik ga hem zo pakken. Maar ik wou dus zeggen, ik heb zoveel zin in de Ramadan. En als jullie in de Ramadan... Zo, ik ben echt moe, hè. Oh mijn god. Ik ben zo moe. Ik verward gewoon. Ik heb super veel zin in Eid natuurlijk. Want dat is morgen, woensdag. Ik heb al een hele planning gemaakt. Maar ik heb dus alles op een blaadje opgeschreven. Ja. Op één staat douchen. Twee kleren aan. Ja. Dat soort dingen. Zodat ik het niet vergeet allemaal. Want ik moet namelijk ook nog mijn huiswerk maken. Auw! Shout-out naar iedereen. Jongens, fijne Eid allemaal. Maar wat ik nog wil zeggen is... Check op naremi.com en abonneer even op dit kanaal. Dat heb ik niet vaak genoeg gezegd. Dus abonneer even voordat het echte vuurwerk begint. Tum, 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 tum. En wat is je kanaal? Gaat naar een kantje. Vandaag is het regenen. En Brian Vlogs. Laten we beginnen met
Het is Larry. Het is Larry. We gaan straks naar moskee. Mooie pakje aan. Cadeautjes. Het is straks Larry. Nu gaan we naar Sofia toe. Wat is dit? Het is hier een hele feest. Sofia. Nou mensen, ik ben ondertussen aangekleed en het is ondertussen licht aan het worden buiten. En dat is super mooi. Bilal is nu aan het douchen, mijn vader is aan het strijken en mijn moeder is ook lekker druk bezig met andere dingen. En wat is Sofia aan het doen? Ze is gewoon aan het slapen. Jongen, ik dacht ik ging haar wakker maken. Ging ze gewoon doorslapen, joh. Aangezien ik nu niks te doen heb, heb ik hier mijn schooltas bij me. Omdat ik even mijn huiswerk ga maken, want later op de dag heb ik daar echt geen zin meer in. Omdat ik een drukke dag ga hebben natuurlijk. Met veel snoep en veel cadeautjes. Zo! Zo, papa. We hebben hetzelfde aan, vriend. Assalamu alaikum. Hoe gaat het, mensen? Ja, Ryan en ik hebben dezelfde kleding aan. Je hebt echt de mooiste kleding aan van allemaal. Weet je? We hebben hetzelfde aan. Daarom. Nou, we moeten echt opschieten. De cadeautjes gaan we zo meteen even naar Rajdin en Henna brengen. En dan gaan we ze daar openen en zo. Nee. Maar we moeten echt haast. Jalla, tot zometeen. Love. Hallo, Hakmak. La ilallah. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المؤمنون والمؤمنات، في غمرة بهجتنا هنوا يما اللي تحبون، في حزة هالعياد وش باقي غير العياد، والعيد شرف بالحب الله يحيي. ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، والعيد شرف بالحب الله يحيي. استوى تبدون حب الله مساعي دامت مساعي. وهو يجود لنفسه ويعالج سكرات الموت، في موته يموت عليه الصلاة والسلام وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين، حاضرين منهم وغائبين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، أذهبنا بهم من بأس يا رب العالمين. Jongens, we gaan nu op zoek naar mijn opa. Hij moet hier ergens zijn. Daar is papa.
Bumper! Ik vind het altijd zo'n emotioneel moment. Emotioneel wordt. Maar subhanallah, als je vader en moeder nog hebt, alhamdulillah. Er zijn mensen die geen vader of moeder hebben. Er zijn mensen die niet dicht bij hun vader of moeder zijn. En ik weet niet hoe lang je nog met je vader en moeder hebt. Dus als je die naast je hebt of als je die bij je hebt, zorg goed voor ze alsjeblieft. Maar subhanallah, walidin, mogen Allah ons vergeven om onze ouders. Mogen Allah ons het beste geven, inshallah. Wat ik nog wil meegeven is, als je kinderen hebt, alsjeblieft zorg goed voor je kinderen. Zorg dat ze de Koran memoriseren. Zorg, we maken allemaal fouten in deze leven, inclusief mezelf. Wat de imam ook over had, de mensen die de shisha, ballon, weet ik veel. Al die dingen, zorg alsjeblieft voor je kinderen. Voor je familie. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Welke fouten we ook maken. Zorg dat je standvastig wordt. En nogmaals, inclusief mezelf. Dus mogen Allah jullie rijkelijk belonen. En sorry voor deze emotionele moment. Maar ik weet niet hoe lang ik nog met mijn vader heb. Misschien een jaar, misschien 10. Inshallah, vele jaren. Allah wat komt. Assalamu alaikum. Hoe ga je dat? Alles goed? دامت مساعي كايكس يا عليك مبروك Ja, ja, inshallah. Ja, kennen jullie hem of niet? Hij had middels een snor en zo. Kom hier, joh. Kleed. Kijk, inshallah. Ja. Kijk eens, hij krijgt een snorretje, hoor. Hoe gaat het? Goed. Ja? Wow, man, je bent even lang als ik bijna. Kijk dan. Hè? Kijk eens, zeg maar op, Edek. Geef een knuffel binnen. Kijk eens. Dit zijn dus allemaal familieleden, vrienden. Ik ben echt blij om ze allemaal te zien. Ik ben ook echt super blij met deze dag. Ik voel me gelijk al super gelukkig. Lijkt net middag eigenlijk. Ik heb niet eens door dat nu 9 uur is. Ja, super leuk. Dit is mijn oude leer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل من نعمل إن شاء الله. أهلاً وسهلاً.
Alhamdulillah. Jongens, ik heb het net over dat Arabisch memoriseren, of Koran memoriseren, Arabisch leren. Dit is de eerste leraar van mijn kinderen. Of tenminste, tweede. Maar deze heeft mijn kinderen, alhamdulillah, de basis meegegeven. Wallah, ik ben hem altijd dankbaar. Wallah, wallah, echt. Echt, deze mensen, tabarakallah, echt. Respect, man. Allah, Allah islah, Allah ikbul minnik, inshallah. Allah amin. Allah amin. Ryan? Zeg maar, broek maar zwaaien. Even zwaaien. Kom hier naar voren. Ik leer dat leggen. Similar. بروح عندك زين يلا سلام عليكم سلام عليكم deze man heeft mij vanaf begin alhamdulillah. Hij heeft mij naar de moskee getrokken. Dit is de man. Mogen Allah hem rijkelijk belonen, inshallah. Wallah, een van mijn lievelingen. Wallah. Echt, wakker ik. Allah hafdik. Allah nodig. Nou jongens, ik wil de video gaan afsluiten, maar check even hoe Sophia eruit ziet. Ze heeft zelfs glitters op haar hele gezicht. Echt? Ja. Kijk wat ik heb gekregen. Heerlijk. Lieve best. Ja, is wel best. Is dit ons ontbijt? Ja, soort van. Dit ja. Is ons ontbijt. Dus check dit out, jongens. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, toch? Oh, yo, ik krijg alleen koekjes en zo. Ik krijg gewoon watertanden. Oh, en we zitten hier. Mam, zo lekker. En ik heb ook nog deze. En ik heb ook nog zakjes gekregen. En we zitten hier natuurlijk met de hele familie. Ja, kom maar daar. Ja. Alleen ben je daar nog daar? Ja. Dus, wat is er nog? En Bilal is hier natuurlijk. Allah, salam. Hola, hangt er aan, salam. Ja, moet ik zo maar reageren. Obrigado. Dat is geen manier. Amin natuurlijk. Ja, Amin? Gaat goed? Met jou? Alhamdulillah. Ja, ik moet barren. En dit is echt de hoogtepunt. Dit is waar het allemaal om draait. De cadeautjes, lekkers. Dit is toch wel een van de leukste dingen tijdens de leerrit. Amin. En papa, wil jij nog wat zeggen tegen de camera? Ja. Waar is mijn lood? Ik denk, Sophia, kom hier even bij. Nou, ik denk dat, wat ik in ieder geval wil zeggen, ik hoop dat jullie een fijne Eid hebben ervaren. Dat jullie bij familie langs zijn geweest. Voor mij is het even wennen om Ryan zo'n camera te geven. Ik hoop dat jullie daarvan genoten hebben. En ik zit inderdaad te overwegen om hem die camera echt te geven, dat hij een eigen YouTube kanaal start. Dus ik ben benieuwd naar jullie mening. Sophia ook? Ja, een knutsel. Een knutsel kanaal. Maar okay. Jongens, natuurlijk, voor de laatste keer wil ik toch wel zeggen dat jullie even moeten abonneren en liken op dit kanaal. Want wij zijn echte chocola. Ja. Ze zitten de hele tijd andere dingen te zeggen tegen deze video. We zijn echte mannen. Echte vrouwen. En we geven alleen maar liefde. En we zeggen altijd positiviteit. Vergeet niet te abonneren, mensen. Gelijk meteen doen. En alleen maar liefde. Arrivederci. Joejoe. Positiviteit of het liefde.